Goedemorgen Wouter Bos, Desiree Stokkel hier. Het is 7 januari 2014. De video REP, Rechten en Psychologie Partij, is ongeveer 85 keer bekeken in 24 uur. Dat is veel en dat betekent het volgende. Mijn criminele fanclub volgt mij. De criminelen, dat zijn mensen uit de gevangenis. Die ook vragen, die ook zeggen, e-mailtjes sturen en zeggen van... Ik heb in de gevangenis gezeten, ik heb je website gelezen, kunnen we koffie drinken? Nou nee, ik drink geen koffie. Ik bepaal met wie ik wel of wat iets bespreek. En meestal doe ik niet iets met criminelen. Dan Al-Qaeda leest mijn website, daar kom ik zo op terug. En de jongerenpartij leest mijn website. Als je gaat naar hollandrechtenhuis.nl, dan zie je dat daarop nog de partij staat Amsterdamse Toekomst. De Amsterdamse Toekomst is een onvolwassen, kinderachtige, schofterige zooi. Schofterig, ja, weet je, het is tegenwoordig normaal om niet met mensen in gesprek te gaan over het leven, over het echte leven zoals iemand dat beleeft. En dan wat er goed gaat, wat er fout gaat en wat er moet gebeuren om fout over te gaan, om te zetten in goed. Amsterdamse Toekomst heeft ook niet als partij willen uitzoeken, als nieuwe partij willen uitzoeken wat er moet gebeuren om de hel te verkleinen. Het zou me verbazen als ze een zetel krijgen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ze mogen, maar ik vind het maar een onvolwassen zootje. Dat ergert mij, want zelfs in situaties als de huisarts van Thuisje Horen, dus zelfmoord, euthanasie en dergelijke, zijn ze niet in staat tot serieuze gesprekken. En dat vind ik heel erg. Maar goed, de jongeren die weten dus nog wel wie ik ben. Ik heb niet zoveel idioten meer die mij volgen. Er zijn er af en toe nog maar een paar. Dat kan ik natuurlijk zien via de Koekoek Plus kring. Je moet er eigenlijk wel van uitgaan dat de zware criminelen Al-Qaeda en wat jongeren en wat serieuze mensen mij volgen. Er zijn ongeveer 1 miljoen mensen die weten wie ik ben, schat ik. Internationaal. Ik wil met deze video laten zien hoe mijn hersenen werken. En dat doe ik met in mijn achterhoofd, Amsterdam is in gevaar. Even tussendoor. 10 dagen voorafgaand aan het uitbreken van de branden in Londen heb ik half Londen ge-e-maild en gezegd, er gaat iets gebeuren, want de moslimwereld is op een bepaalde manier onrustig en ik kan het zien en ik denk dat er rellen in Londen gaan komen. Nou, er zijn dus nu organisaties in Londen die weten dat als ze een e-mail van mij met waarschuwingen krijgen, dat ze daar maar beter direct op kunnen handelen. Het is niet zo dat ik de hele wereld altijd e-mail. Ik e-mail als ik denk dat nodig is. Dus, Amsterdam. Ik zeg nu, Amsterdam is in gevaar. Ja, wat betekent dat? Nou, het ligt voor mij ook ver weg. Ik heb een bepaald systeem in mijn hersenen. Ik weet niet of je de boeken van Oliver Sacks kent. Dat is die Amerikaanse psychiater die altijd geloofde dat mensen die langdurig in coma liggen kunnen ontwaken. Nou, die psychiater die heeft ook in zijn hersenen een toekomstvoorspellend systeem. Alleen hij is medicus en hij werkt binnen de kaders van geoorloofde evolutie, de medische wereld. Ik denk dat ik een soort reïncarnatie van Jeanne d'Arc en Napoleon en Columbus en wie dan ook nog meer ben. Ja, in ieder geval George Orwell, maar ja, Jules Verne, dat is meer wensdenken. Zoveel beelden heb ik nou ook weer niet, zeker niet uit de fantasiewereld. Maar ik behoor dus tot een ander soort. Ten tijde van Jeanne d'Arc zouden ze mij ook opgehangen hebben. En wat mijn systeem eist heel veel zelfanalyse en eist ook de acceptatie dat er berichten binnenkomen vanuit de sonar die heel erg veel pijn doen, omdat ik op een bepaalde manier een
een tijdsysteem moet hebben, moet bouwen voor mezelf en dat moet uitdragen aan het volk. En dat is weer belangrijk, omdat ik kan anticiperen op ellende. Niemand wil het weten, niemand wil het uitproberen, maar ik kan het wel. Als ik, ik moet dus en mijn diepste zelf zijn en tegelijkertijd mezelf observeren en daar lering uit trekken. En dat doe ik ook. Meestal word ik 's morgens wakker met een soort overzicht. Ik werk 's nachts even hard als overdag. Soms denk ik wel eens dat ik 's nachts harder werk en dat ik overdag maar video's maak, televisie kijk, programma's die niemand ziet. Dus ik weet weer dingen die andere mensen niet zien, wat lees en zulke dingen. En 's nachts doe ik het werk, omdat ik 's morgens wakker word met een overzicht. Nou was ik vanmorgen ook bezig met een overzicht in mijn hoofd, alleen dat werd verstoord door een vliegtuig dat boven Bloemendaal cirkelde. Te laag. Dus een gigantisch kabaal. Dan gaan alle alarmbellen af, want als er hier een vliegtuig circuleert, dan is er meestal iets. Nou, dit klonk alsof er een UFO ging landen. Dus het was echt verschrikkelijk. Ik ben dus min of meer verstoord. Maar wat ik weet, is dat de goden en godinnen jou en mij nu in één atmosfeer hebben gezet. Jij moet een aantal dingen doen om te voorkomen dat Amsterdam vervalt. En waarom jij, omdat je toch PvdA bent, toch die ex-vicepremier en toch ook wel kennis hebt van de huidige lobby. Een andere kennis dan ik heb. Grof gezegd komt het erop neer dat jij je moet loskoppelen van de PvdA om te voorkomen dat de PvdA nu de machtigste partij in Amsterdam blijft. Het is ook de bedoeling dat jij mijn atmosfeer in je opneemt. En ik zei gisteren al, we moeten met elkaar praten, want we moeten in één ruimte zitten. Wij moeten nu gewoon een serieus therapeutachtig gesprek voeren om te voorkomen dat de hel groter wordt. En ik weet niet hoe lang jij nodig hebt om dat te kunnen aanvaarden. Ik denk, typisch man, typisch bla bla, dat wel eens te lang zou kunnen zijn. Dus hebben de goden en godinnen mij met een rare dag op de wereld gezet en maak ik deze video. Als je, zoals ik, weet wat er gaat gebeuren, dan heb je mensen nodig die op jezelfde niveau denken. Die zijn er in Nederland niet. Ze zijn er internationaal niet. Ja, kijk, ik zou natuurlijk kunnen praten met zo'n man als Oliver Sacks. En er zijn er wel meer hoor. Dat zijn mensen van de oude psychotherapie. Nee, psychologie. Hè? Ja, psychotherapie. De ouderwetse stempel. Dus dat is minder marketing. En minder graaicultuur. Die mensen hebben een bepaalde bagage die ik zou moeten voelen. Want dan kan ik dat in mijn sonarsysteem zetten en dan kan ik daarmee werken. Dat is voor mij een soort accu. Ik denk dat ik nu bij jou een accu plaats, bij gebrek aan beter. Wat gaat er gebeuren? Nou, de zware criminelen bekijken mijn video's. Je kan er de klok op gelijk zetten dat er binnenkort in de veiligheidswereld weer iets gaat gebeuren. Vergelijkbaar met de overval van Brinks, georganiseerd van binnenuit. Dus echt dat zware werk. Ik weet dat dat binnenkomt via België en als ik het goed heb ook via Toulouse. Als ik het allemaal een beetje inschat. Dat weet de politie, nou daar doen ze niks mee, hè? Die doet helemaal niks. Dan hebben we Al-Qaeda. Al-Qaeda heeft de afgelopen weken veel geleerd van Nederland. Hey, die Mali-missie, ik heb een andere video gemaakt over Mali vorige maand, die moet je bekijken. Ik kan het nu niet herhalen, die moet je echt bekijken. Die Mali-missie, Al-Qaeda weet dat Nederland komt om voor zichzelf een plaatje te maken op het internationaal lobbyplatform om zichzelf overeind te houden in de kwaadaardige internationale lobby. En dat gaat inderdaad over macht, over energie en handel. En ik denk dat Al-Qaeda Amsterdam gaat platleggen. Kijk, Al-Qaeda die gaat nu eerst die Nederlandse defensiespecialisten in de fik steken, want ze weten dat het uniform slecht van kwaliteit is.
Ze weten ook dat het Nederlandse volk niet geïnformeerd is over de burgeroorlog in Libië en de directe impact daarvan in Mali. Libië heeft een bloedhekel aan het internationaal strafhof. De relatie Libië-Mali-internationaal strafhof wordt genegeerd. Mali wordt opgehemeld door het ICC. Libië wordt de grond ingestampt. En daar moet je dus bij optellen dat de Afrikaanse Unie eist binnen het internationaal strafhof dat zij dezelfde rechten hebben als de westerse leiders. En dat is dus het ICC kunnen gebruiken via de VN-veiligheidsraad voor het laten vermoorden van mensen. En daar zijn ze dus druk mee bezig. Hè? Al die landen tegen wie het ICC een rechtszaak heeft binnen Afrika zijn nu weer in een burgeroorlog, omdat al die rebellen weten dat ze het ICC kunnen gebruiken als dekmantel voor moord. Ze kunnen niet meer in de cel gezet worden. Nou, dat weet Nederland ook. Vandaar Timmermans nu naar Cuba reist, want die wil proberen daar macht te krijgen. Timmermans wordt gezien als een gevaarlijke idioot. En dat is hij ook. Het is een zwakbegaafde man, maar hij is een gevaarlijke idioot, omdat hij alleen maar bezig is met het verzamelen van macht en geen inhoud heeft. Dus Timmermans is een heel zwakke schakel. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken, is een zwakke schakel, omdat hij via die Hague Security Delta regelt dat de korpsleiding van politie, brandweer, het bestuur van de ambulancezorg Nederland, de ondernemersverenigingen, zich tegen hun eigen personeel keren en tegen de werkelozen zijn. Een van de oorzaken van het verval van Amsterdam zal zijn die lobby. Ondernemersverenigingen zijn onvoorstelbaar onbeschoft tegen werklozen. En als ze al onbeschoft zijn tegen Nederlandse werklozen, zoals mij, dan vraag ik me ook wel eens af wat ze gaan doen als ze tegenover een moslim staan. De Al-Qaeda-wereld in Nederland, dus ook alle moskeeën in Amsterdam, weten al vanaf 2007 wie ik ben. Dat is van belang om te weten, omdat de hele internationale lobby loopt dus via die Hague Security Delta, die Hague Global Justice Institute, de energiesector. Al-Qaeda komt in maart naar de Nuclear Security Summit. En daar wordt even geïnventariseerd wie op welke manier kan worden platgelegd door Al-Qaeda. En Nederland komt natuurlijk weer met een lulverhaal, dit is de grootste conferentie en we zijn bezig met veiligheid. Nee. Nederland is bezig met het weggeven van de veiligheid aan het buitenland. Die is al cadeau gegeven en nu proberen ze de macht te bewaren, maar dat lukt niet meer. De burgemeester van Amsterdam wil dat de elite de macht heeft in Amsterdam. Dat is PvdA, Eberhard van der Laan. Amsterdam moet de stad zijn voor de elite en dat is naar voorbeeld van Londen. In Londen wilden ze ook dat de elite de stad zou overnemen. Het resultaat is nu dat de Londenaren met een middeninkomen moeten forensen en dat kost te veel. Ze kunnen het niet meer betalen. Er zijn te weinig huurhuizen. De real estate, de vastgoedprijzen die zijn te hoog in Londen, zijn zo hoog dat zelfs de Londenaren het niet meer trekken. Dus de mensen met geld in Londen trekken het niet meer. Dat komt door al die buitenlandse investeringen en dat is dan ook nog heel vaak de Arabische wereld. Dat wil Amsterdam ook. Alleen dan geregeld via de Hague Global Justice Institute, waar het internationaal recht wordt afgebroken en omgezet in een dekmantel voor moord. Dus we hebben nu het risico dat in Amsterdam de elite Al-Qaeda zich gaat vestigen, omdat Eberhard van der Laan en zijn clubje dat zo graag willen. En dan wordt Jan Modaal, die wordt nog een beetje gedoogd, want die moet natuurlijk al die shitklussen uitvoeren. En de bijstandsgezinnen die zijn al aantoonbaar behandeld als criminelen, terwijl het geen criminelen zijn. En die moeten dus nu allerlei rechtszaken starten. Wetende dat de advocatenlobby in Amsterdam in handen is van de Amerikaanse lobby. En die lobby die loopt weer via die Hague Security Delta in het internationaal strafhof. Het internationaal strafhof is voor de helft gebouwd door Amerikanen.
En die Amerikanen die werkten als aanklagers binnen het Nuremberg-proces van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Dat rechtssysteem tegen de nazi's. Dus we hebben hier een groep mensen die Amsterdam gaat overnemen met kennis over de meest gedetailleerde, gore nazi-systemen op aarde. En dat zijn dan de elite, en die elite, dat is allemaal geld. Waar zit het geld? Het zijn niet de Londenaren die naar Amsterdam komen, die hebben hier niks te zoeken. Het zijn ook niet de Grieken, de rijke Grieken. Die komen hier ook niet. Die gaan wel naar Duitsland, want daar hebben ze meer te halen. Dus wat ik nu tegen jou zeg, Wouter Bos, is... je moet met de PvdA breken voor de veiligheid van Nederland. En als je dat zo snel mogelijk doet, dan ben jij degene die de veiligheid van Nederland regelt. Ik weet dat er nog reces is. Het zootje in Den Haag werkt niet. Toch denk ik dat je wel al gebeld bent van, hey, die Desiree Stokkel, wat doe je daarmee? Wij hadden toch afgesproken dat je haar zou laten vermoorden via het internationaal strafhof. We hebben toch met Plasterk afgesproken dat die rechtszaak niet wordt afgesloten met de schikking en schadevergoeding. Al-Qaeda weet dat, hè? En de zware criminelen in Nederland weten dat ook. Oké, het is 17 minuten. Ik heb nog ander werk te doen. Ik weet niet wanneer je volwassen bent, Wouter, maar wij moeten echt praten. Dat moet echt. Voor de veiligheid van Nederland. Dag.